22 man, dan kunnen ze allemaal een paar kaartjes voor je krijgen. En de reddingboot die kant op, dan komen er min of meer golf op zijn. Dan ga je hard stuiteren. Oké. Okay. Dat is een leuk tekening. We proberen. Hebt de juf geen tekening te maken? Graag. Oké. Okay. Nou, we gaan naar de ankergebieden. En ik denk dat heel veel Nederlanders niet weten dat er überhaupt ankergebieden bestaan. Maar dat zijn gebieden op zee waar heel veel zeeschepen bij elkaar liggen te wachten totdat ze in de haven terecht kunnen. Wij als KNRM komen het hele jaar daar. Eigenlijk altijd omdat er zieken of gewonden aan boord zijn. Die halen wij er dan af. Dus eigenlijk altijd als wij daar komen is er een vorm van paniek of ellende. En wij vinden het prachtig dat we vandaag als laatste oefening van het jaar ook naar de ankergebieden kunnen gaan. Maar niet omdat er ellende is, maar om ze een beetje vreugde te brengen bij de kerstdagen. Omdat, hoewel dat stoere kerels zijn, deze mannen hadden natuurlijk ook gewoon graag bij hun gezin geweest met kerst. Dat kan niet. Nou, dat probleem kunnen wij niet oplossen. Maar dan komen wij in ieder geval wat medemenselijkheid brengen in de vorm van lekkernij. Maar ook in de vorm van kleurplaten en kaarten die hier door kinderen in Katwijk gemaakt zijn. En ik denk dat de zeelui daar geweldig blij mee zijn. En dan hebben we bek vol. Can you spread some butter on it? Ja!